Hallo en welkom in het tweede deel over zinnen ontleden. In mijn eerste filmpje gaf ik jullie de nodige achtergrondinformatie om zinnen op een juiste manier te kunnen ontleden. Daarna hebben we ook samen één zin van naderbij bekeken en hebben we die ook samen proberen te ontleden aan de hand van de verschillende vragen. Als jullie het nodig vinden, kunnen jullie dat filmpje steeds herbekijken. In dit filmpje gaan we nog een zin naderbij bekijken en we gaan deze ook ontleden aan de hand van verschillende vragen. Daarmee ga ik mijn sterretje ook tevoorschijn toveren. En de zin die we gaan ontleden, dat is: na de rit door het bos was de witte auto heel vuil. Eerste vraag die we tegenkomen: over wie of waarover wordt er iets gezegd in de zin? Met andere woorden, wat is hier het onderwerp? Het onderwerp hier, de witte auto. Dat schrijven we ook op de lijntjes. Dan gaan we naar de volgende vraag. Wat wordt er over het onderwerp gezegd? Wat is dus de rest van de zin? Ook hier ga ik dat niet allemaal overschrijven. Ik ga dat eventjes aanduiden. Jullie moeten dat wel tijdens de oefeningen wel volledig overschrijven. En dan schrijf je hier verder op. Dus de rest van de zin: na de rit door het bos was heel vuil. Dan de volgende vraag, dat is een heel belangrijke vraag. Welke zinsdelen in de rest van de zin zeggen wat of hoe het onderwerp is of wordt? Als we teruggaan naar mijn uitleg in mijn eerste filmpje, daar vertelde ik over zinnen waar het werkwoord zijn in voorkwam. Ja? Zijn kon in verschillende vormen voorkomen. Ja? Hier is dat ook zo. Als we hier in onze zin gaan kijken, dan komen wij was tegen. En dat woord kunnen we hier al opschrijven. Was. Maar als we nu het onderwerp gaan combineren met was, dan krijg je: de witte auto was. Dat geeft ons onvoldoende informatie. Dus bij was zal er nog een klein tikkeltje informatie bij moeten. En in dit geval moet heel vuil er ook nog bij. Als we nu zeggen: de witte auto was heel vuil. Als we dan verder gaan kijken naar de volgende vraag: welke zinsdelen in de rest van de zin geven een antwoord op de vraag wanneer? Dan gaan we het onderwerp, de derde vraag en de vraag waarmee wij nu zitten eens even combineren en gaan we zeggen: de witte auto was heel vuil wanneer? Of als we dat herformuleren: de witte auto was wanneer heel vuil? En dan krijgen wij ons antwoord automatisch: na de rit door het bos. Zo. Nu is mijn volledige zin ontleed. Hier wil ik toch nog heel even kort bij vertellen dat het heel belangrijk is dat je geen enkel woord bij iedere vraag vergeet. Ja, één woordje vergeten is eigenlijk jouw volledige vraag, ja, die is dan volledig fout. Ja, dus ieder woordje moet erbij staan. Om dat nu te gaan inoefenen, geef ik jullie de opdracht om in je werkschrift, in je werkboek, pagina 17, oefening 2, volledig te maken. Dat gaan we dan morgen samen verbeteren. Ik ben benieuwd. Alvast veel succes!